Europa is gestart met de energie- en grondstoffentransitie. Nederland wil daar stevig aan bijdragen. Maar ons tempo ligt te laag en we halen de klimaatdoelen niet. Daar kunnen we wat aan doen. Dit is het industriegebied Rotterdam-Moerdijk. Goed voor bijna 3 keer de totale energievraag van ons land. Het levert naast energie, grondstof en producten aan heel Europa. Als we hier verduurzamen, dan verspreidt het effect zich als een groene golf. Het plan van industriecluster Rotterdam-Moerdijk bestaat uit concrete stappen. Met noodzakelijke tussenstappen om op korte termijn al de klimaatdoelen te behalen. En waarmee de industrie en de productie blijven doordraaien. Zo werken we hard aan de reductie van CO2-uitstoot. Door energiebesparing en de overstap naar stroom en waterstof. Vanaf 2024 kunnen we, waar geen alternatief mogelijk is, CO2 afvangen en opslaan in onderzeese gasvelden. Het afvangproces van CO2 kan op de lange termijn deel uitmaken van circulaire processen, waarin CO2 direct wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld in de productie van synthetische brandstoffen. De komende jaren verandert ook de infrastructuur van het gebied. Er komen netwerken voor CO2, warmte, groene stroom en waterstof. Dankzij deze netwerken stappen onze industriële bedrijven over op duurzame energie en grondstoffen. Niet alle industriële processen kunnen geëlektrificeerd worden. Waterstof biedt hiervoor een alternatief. Dat kunnen we nu al in grote hoeveelheden maken op basis van restgassen uit de raffinaderijen. Hiermee wekken we warmte op voor industriële processen. Later, als er meer groene stroom beschikbaar is en waterstof groen wordt geproduceerd, kan het fossiele grondstoffen vervangen in de chemie. Tegelijkertijd importeren we meer en meer waterstof om ook in de vraag van Noordwest-Europa te voorzien. Zo verduurzamen we stap voor stap de industrie en bouwen we onze economie van de toekomst. Met de inzet van reststromen en hernieuwbare grondstoffen kan het cluster volledig circulair worden. Deze transitie is haalbaar. Rotterdam-Moerdijk is goed op weg, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Help mee om samen de leverancier van duurzame energie, grondstoffen en producten voor Europa te worden.